We zijn in Schiedam bij het burgemeester Hondenlager Gretenhof. En ja, het is hier schitterend versierd. En dat is niet zomaar, hè, Anja? Nee, dat hebben we gedaan voor Noeska. Omdat ze met boksen al naar de Olympische Spelen mocht. En toen hadden we al zoiets van, ja, wat je ook haalt, we gaan het versieren als je terugkomt. En nou ja, ze haalde zilver helemaal top, toch? Volgens mij is het de eerste Schiedamse die zilver haalt op de Olympische Spelen, toch, of niet? Volgens mij wel, ja. Ja. Dus dat was echt heel lief. Hoe is ze nou als buurvrouw? Gezellig. Ja, ze is veel weg, veel aan het trainen. En, maar als je er ziet, is ze altijd gezellig. Ja? Ja. Je moet geen ruzie met haar krijgen, denk ik. Maar daar heb ik geen probleem mee. Nee, ze is een paar keer ook bij ons geweest. Ze is een gezellige meid, hè? Ja, wou ik net zeggen. Een leuke, gezellige buurvrouw. Ja. Hoe is het nou om je buurvrouw op het scherm te zien op de Olympische Spelen? Nou, dat was best wel zweten, eigenlijk. Nee, ik vond het best wel spannend. Ja? Ja, ik had echt zoiets van, ze moet eigenlijk wel meer halen. Maar ja, de jury beslist. Ja. Ik ben Gerita en ik woon hier ook op het Hofje. En ja. 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 En hoe maak je medailles? Je gaat gewoon naar de winkel en je haalt dozen en je snijdt er rondjes uit. En met aluminiumfolie, dan kan je ze ophangen. Ja. Dus dat... Bent u trots op het? Jazeker, ja. Ja. Hoe is dat dan als je voor de televisie zit? Zit je dan mee te slaan? Of, Nee, dat nog niet hoor. Nee, dat niet. Maar toch wel van ja, je woont toch hier, van, dan is toch, kijk je toch anders. Ja. Anders zou ik niet zo gauw naar boksen kijken. Dus dan, ja. Ja, ik vind het echt super, super stoer. En het is ook heel erg leuk dat je dan gewoon, ja, dat je dat gewoon op tv kan zien. En dat je zo hebt van, hé, dat is mijn buurvrouw. En ga je nou zelf ook op boksen? Nee, ik kan niet echt zo goed boksen, dus nee. Maar ze komt voorlopig nog niet thuis, hè? Want ze zit bij allebei televisieshows, is ze ja, te gast. Ja, we hadden een beetje gehoopt dat ze vanavond thuis kwam, maar ik ben bang dat morgenavond pas gaat worden. Ja. Noeska! Noeska!